medische specialisten willen centraal management voor ziekenhuizen. Zo is op maandag 9 mei 2022 een brainstorm-sessie met Surinaamse medische specialisten gehouden. Dit onderhoud vond plaats op het kabinet van de president. Er is een kritieke situatie bij de inrichting van de gezondheidszorg en er zal moeten worden nagegaan wat er aangeschaft moet worden om de zorg te garanderen, geeft president Chandrika Prasad Santokhi aan. De meeting ging eigenlijk over de gezondheidszorg in het algemeen, maar in het bijzonder de problemen die zich manifesteren binnen de gezondheidszorg. En de discussie concentreerde zich meer op het gebied van wat moet er gebeuren binnen onze gezondheidszorg, binnen het beleid, om onze gezondheidszorg uit de problemen die er zijn te halen en terug te brengen, op minst terug te brengen naar het niveau dat we hadden. Maar belangrijker nog is hoe de zorg landelijker uit zal moeten zien. Hoe de zorg, zoals wij dat noemen, in de eerste lijn eruit zou moeten zijn. Tweede lijn misschien, maar ook de derde lijn. Simpel gezegd, de zorg zoals de huisartsenzorg eruit zou kunnen zien. En hoe de ziekenhuiszorg eruit zou moeten zien. Daar ging het in feite om. En het gaat in feite om, wat kunnen we nu doen aan een aantal acute problemen. Zaken die prioriteit genieten binnen een paar maanden. En hoe zal het... Wat zullen we moeten doen de komende maanden om voor de komende jaren voor te zorgen dat de gezondheidszorg opgetild wordt naar een hoger niveau en bereikbaar is, toegankelijk is en beschikbaar is voor de burger van het land. Er was ook een speciale issue precies met het Wanika ziekenhuis. Wat kunt u ons daarover vertellen? Nou, Wanika ziekenhuis, dat is eigenlijk niet een complex probleem, maar het is een probleem van dat er iets neergezet is zonder dat er een deugdelijk plan daarvoor zou zijn. En dan komt tussenin de COVID, waar het Wanika ziekenhuis belast was met de COVID-zorg. Dat heeft gemaakt dat het ziekenhuis waarschijnlijk onvoldoende de gelegenheid gehad heeft om zich te ontwikkelen tot een ziekenhuis. Wat voor soort ziekenhuis? Dat is beleid, dat is politiek. En ik denk dat wat de president aangegeven heeft, dat op heel korte termijn wel een werkgroep geïnstalleerd moet worden om ervoor te zorgen dat er nu wel degelijk een initieel plan zal moeten zijn om het Wanika ziekenhuis een aantal functionaliteiten te geven die van belang zijn voor de bevolking in dat gebied. En het is een groeiende een gebied waar de bevolking enorm toeneemt. Dus je zal daar moeten gaan kijken wat voor soort zorg daar zou moeten zijn. En er zijn gedachten over en weer gewisseld. Want laat het niet een op zichzelf staande ziekenhuis zijn, maar koppel het aan het academisch ziekenhuis en laat daar van daaruit decentraal zorg gebracht worden naar dat gebied. En ervoor te zorgen dat het Wanika ziekenhuis in alle aspecten gaat functioneren als een ziekenhuis. Wat is er samenvattend uit het geheel gesprek eigenlijk geresulteerd? Kern van het geheel, van de discussie was om... De gezondheidszorg die er nu op dit moment is en zoals wij ervoor staan nu, met alle problemen, met een enorm verdeelde zorg in het land, zo snel mogelijk te herorganiseren, te herstructureren, waarvan het belang is om te kijken van wat wil je als overheid, hoe de zorg in Suriname, gezondheidszorg in Suriname zal moeten uitzien. Waar zullen de accenten gelegd worden? Waar zullen de prioriteiten zijn? Belangrijk is dat je weet hoe je zorg gaat inrichten de komende 10, 20, 30, 40 jaar. En dat was het kern. Maar wat eruit gekomen is, is dat nu even gekeken wordt naar het Wanika ziekenhuis. Even naar het ziekenhuis in Ikeri. En dat binnen een aantal maanden het grote en lange traject
bekeken zal worden naar een andere en een nieuwe zorg in Suriname. Dank u wel, dokter. Ja, fijne avond.